Hansevast Capitals heeft afgelopen zaterdagavond een pijnlijke 93-106 nederlaag geleden tegen koploper Amsterdam. In Martini Plaza begonnen de Groningers erg sterk en namen in de eerste helft zelfs een voorsprong van 20 punten. Zo goed als de Capitals in de eerste helft uit de startblokken kwamen, zo slecht was het spel na rust. De Amsterdammers poetsten in het derde kwart hun achterstand van 17 punten bijna helemaal weg. In de laatste 10 minuten kon de koploper uit de hoofdstad Capitals makkelijk aan de kant zetten. Ik ging de rust in met een mooie voorsprong, bijna 15 punten. En dan kom je de kleedkamer in en kijk je elkaar aan en je zegt dat je geconcentreerd moet blijven, dat de wedstrijd nog niet gespeeld is, want dat weet je, Amsterdam is gewoon een moeilijke ploeg. En dan kom je alsnog zo de kleedkamer uit en dan is dit gewoon een schoolvoorbeeld van een wedstrijd weggeven. In de tweede helft stokte de aanval bij de Capitals en liet de ploeg ook verdedigend flinke steken vallen. Het grootste probleem zat gewoon in verdediging, echt verdediging. Alles wat we goed deden eerste helft, dat deden we totaal niet meer tweede helft. We lieten onze man heel makkelijk openkomen. 1-1 was gewoon slecht en daarna keken we allemaal elkaar aan en we hielpen elkaar niet meer. En niemand stapte in voor de ander en dan gaat Amsterdam er gewoon goed doorheen. When somebody comes strong and you let them score easily, they start to gain confidence. You just see the scoreboard and sometimes you see that you are 15 and then 12 and then 6 and then 2. And this team get every time is stronger and stronger and stronger. And every time we are watching how we have no more answers. Van deze wedstrijd moet je zeker leren en heel veel terugkijken. En zorg dat je met de play-offs, als je ze dan ontmoet, dat je er dan wel staat. Want dit mag gewoon nooit meer gebeuren.